Roda Raalte. Voorbeschouwingen. Samenvattingen. Mooie momenten. Actie. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti. Computers en elektronica. Eerste divisie is een feit. Jammer, maar goed, het is niet anders. We kunnen over alles praten, maar jullie gevoel zal niet fijn zijn. Nee, natuurlijk niet. De verslagenheid is groot. En heeft alles mee te maken dat we, denk ik, goede dingen hebben laten zien. Dat we toch ook de laatste fase een hoop goede resultaten hebben gehaald. We hebben goed gevoetbald. Het geloof was er ook wel om op deze manier nog te gaan redden. En ik moet eerlijk zeggen, met name de wedstrijd vorige week kwam wel hard aan dat we daar met 3-0 weggaan. Hè? En omdat je dan weet dat het gewoon hier verschrikkelijk moeilijk gaat worden. Maar ja, ook daarin moet ik zeggen, vond ik de ploeg weerbaar. En hebben we toch alles aan gedaan om hier dat kleine kansje die je had, om daar wel voor te gaan. Ja, zelfs met 10 tegen 11, dan ben je bang dat het in elkaar klapt en dat het 4, 5, 6-0 gaat worden. Maar ook daarin hebben ze het goed gedaan. Ik ben wel trots op wat de jongens gepresteerd hebben in de fase van dat ik hier ben tot nu. Ja, goed, en als je dat allemaal doet en je krijgt dan nu... ondanks dat je weet dat het lastig wordt, dringt het nu pas door. En als je ziet hoe sommigen erbij zitten, dan is dat wel naar het gelag. Ja, teleurstelling. Maar goed, dat is ook logisch. Het zou niet goed zijn als we dat niet hadden. Ja, dan wordt de wedstrijd gestaakt verband met het weer. En dan moet je de laatste 18 minuten moet je nog. Ja, hoe kun je dan weer opladen om dat toch nog uit te spelen? Had je niet zoiets van, we zetten een handtekening en klaar? Ja, zo werkt dat niet. Ik bedoel, je weet dat je hem uit moet spelen. Dus ja, dat onderga je wel gelaten op dat moment. En het enige is, als je dan weer begint, dan moet je weer zorgen dat je weer dat je het wel dusdanig doet dat je niet in dat laatste kwartier nog dat er nog rare dingen gebeuren. En ook dat hebben ze prima gedaan. En dan wordt er toch nog gescoord aan de andere kant. Buitenspel hoorde ik.
Ik heb geen idee, dat kon ik niet zien. Maar ja, je weet als het 10 tegen 11 wordt, dat na het eind van zo'n wedstrijd, dan kan dat. Maar ik moet ook zeggen dat wij daarna, dat wij zelf nog weer een aantal goede kansen krijgen. En ja, dat is een beetje wat ik bedoel. Van, de ploeg heeft zijn huid duur verkocht, maar kwam er gewoon tegen deze ploeg tekort. Dat is denk ik een hele goede ploeg, die ook dit jaar bij ons in de hoofdklasse niet meer staan had. Nee, nou goed, het is eigenlijk een beetje achteraf. Maar goed, jullie hebben gevochten voor wat je waard bent. Misschien had het iets meer kunnen zijn vandaag, maar zo was het niet. Volgend jaar nieuwe kansen, nieuwe ronde. Ja, we gaan dit nou even verwerken en dan nemen we even vakantie. En dan gaan we er over een tijdje wel weer over nadenken. Nou, wij zijn erbij volgend jaar. Jij ook? Ja, ik ook. Ja, komt goed. Succes.